dit is ons eerste project waarbij Paul zo'n vraag duidelijk aanleiding vormde om dit te gaan uitvoeren. Dus Paul is in dit project de casus. In ons werk stellen we de vraag hoe je in deze maatschappij via kleding tot man wordt gemaakt. En vooral of er nog veranderingen aan te brengen is. Nieuwe patronen. Wat trekken we aan als niemand kijkt? In de tentoonstelling Nieuwe Patronen onderzoeken Paul van der Waterlaat en Heiko Sleumer het spanningsveld tussen kleding en identiteit. Tussen wie we willen zijn en wie we laten zien. Ze ontleden hoe kleding ons tot man of vrouw maakt en gaan daarvoor terug naar de jeugd van der Waterlaat toen hij stiekem de rokken van zijn moeder aantrok. Met behulp van textiel, collagekunst en fotomanipulatie doen de kunstenaars een poging om het individuele en collectieve verleden te herschrijven. Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er als we gestolde ideeën van mannelijkheid en vrouwelijkheid loslaten? De tentoonstelling is tot en met 28 juni te zien in de benedenzaal van de cacaofabriek Expo Ruimte. U bent dagelijks van harte welkom tussen 1 en 5 uur. De toegang is gratis.